1952 was het hier een drukte van belang. En toen vond men daar een grafveld. En dat grafveld, de belangrijkste vondst in dat grafveld was de prinses van Zwelo. Meester Juring kwam hier kijken op die afgraving en die vond in de weggegraven wand als het ware het silhouet van grafkisten in het dwars. Zo een stuk of 3-4 naast elkaar. En die peuterde met zijn vinger zo even in dat zand en haalde daar een gesp uit. En die bewaarde die. Die stopte die in zijn zak en die bewaarde die. Maar wat hij ook deed, hij ging naar burgemeester Grebe. En zei burgemeester, je moet dat werk onmiddellijk laten stoppen daar. Want ze zitten in een grafveld te graven. De burgemeester Grebe die vergat dat een paar dagen of had het te druk. En pas op maandag, dus 3 dagen later, werd Van Giffen in professor Van Giffen gewaarschuwd. En die kwam met grote spoed nog dezelfde dag deze kant op. Met in zijn kielzog in een zwart autootje. Van S, Wim van S, de latere directeur van het ROB in Amersfoort. Die was toen net 18 jaar oud en die mocht met Van Giffen mee. De opgraving in Zwelo was de eerste die ik zag. Op 26 februari 1952 mocht ik, eerstejaarsstudent in de klassieke letteren en bijna 18 jaar oud, op voorspraak van mijn vader met professor Van Giffen meerijden in die zwarte Volkswagen Kever. Van Giffen was woest. Die werd helemaal wild. En die zag wat er aan de hand was. Die zag dat grafveld, die zag die graven en hij werd woest. Hij werd woest dat hij niet eerder gewaarschuwd was voor dit uiterst belangrijke grafveld, middeleeuwse grafveld, waar vanaf 200 tot en met 800 begraven is. En waaronder dan de prinses van Zwelo ontdekt werd, begraven met een aantal paarden, waarvan één rechtop staand met volle uitrusting. In het lichte zand tekenden zich de graven af als zwarte rechthoeken. Hij wees me op de twee loodrecht op elkaar staande richtingen van de grafkuilen en vroeg: meneer Van S, waar bevindt zich hier het noorden? Gelukkig lag de opgraving naast het kerkje van Zwelo, waarvan het koor het oosten aanwees. Ik was heel erg geïnteresseerd in dit soort zaken en lag bij die opgraving op een zandhoop toe te kijken wat er gebeurde. En ik zag daar die graven blootgelegd worden en ook het graf van de prinses heb ik van nabij kunnen bekijken. Dat mocht toen eventjes. Ik kwam met paardenkiezen thuis, die vond ik in het zand. Paardenkiezen van een van die geofferde paarden. En die hebben een hele tijd bij ons voor een stalraampje gelegen, maar op een dag waren ze weg en ja, zoiets verdwijnt nou eenmaal. Ja. En het werk was stilgezet en dat was natuurlijk wel een probleem voor die mensen die daar werkten, want die kregen geen vergoeding. Die liepen daar rond, maar die waren er zwaar op tegen dat het werk stilgelegd werd, want dat betekende voor hun geen betaling. En dan kom ik even op de prinses van Zwelo. Het belangrijkste van het graf was verdwenen. En dat zal ik op een kaart kunnen aantonen. Ja, dat een afgegraven gedeelte. Dan moet ik de kaart erbij pakken en hebben natuurlijk. Pak ze maar bij. Ja. Dan moet ik er even een kaart bij pakken. Dit is dan een plaats van het hele grafveld zoals het in zich heel is opgegraven. Maar dit gedeelte langs deze stippellijn, dat was vergraven. En het belangrijkste, dit zijn paardengraven. Die paardengraven die waren niet voor de prinses van nummer 87, maar die waren bestemd geweest voor de gemaal van haar, die hier ergens begraven moet zijn geweest. Gaan we vanuit. En dit was van een kind. Dus dit is het totale grafveld waar vanaf tot 800 na Christus is begraven. Dit graf dat stamt uit de 5e eeuw.
Maar het zijn verschillende graven. Je hebt hier ook waar paaltjes gestaan, maar als het ware een kleine tempeltjes. Die kun je hier ook op terugvinden. In 1952 was die opgraving, maar duurde tot 1971, 1972, voordat het eerste rapport over die uitgraving, over die opgraving uitkwam. En dat rapport dat verscheen, dat kregen wij als historische vereniging, dat heette toen Studiegroep Geschiedenis Zwelo, in handen. En dat was dit rapport, ja, en dat heette Das Grab der Prinzessin von Zwelo und seine Bedeutung in Rahmen des Grabergräberfeldes, ja, van meneer W.R. van S. en meneer Ipe. En deze meneer van S., die was als 18-jarige jongen betrokken bij de opgraving, want die kwam met professor Van Giffen mee naar de opgraving en werd zo ingeleid in een belangrijke opgraving, die belangrijk bleek en steeds belangrijker werd, maar het bleef maar in een bureau liggen. Dus en duurde tot 71 voordat dit rapport uitkwam. Dus dan hebben we al een tijdspanne van 56 naar 1971, was dit het eerste wat verscheen. Ja, dus wij als studiegroep Geschiedenis Zwelo wilden toen toch bekendmaken dat er, ja, dat er iets gevonden was wat van belang was. En we gaven toen dit boekje uit, ja, de prinses van Zwelo en haar betekenis in het kader van de grafvelden. Dit boekje, studiegroep Geschiedenis Zwelo, gestenseld zodat toen ging. En geen tekeningen, geen plaatjes, gewoon een boekje. De schrijver ervan was B. Hoeksema. En B. Hoeksema zat ook in de werkgroep Prehistorie. Dus deze tekst heeft hij geschreven. In Elvis Weekblad ontdekt dat van 9 juni 2007... dat Wim van S. die spullen had. En we gingen contact maken met Wim van S., grote lieve van der Heijden en ik. Want in het verhaal, en dat maakt het zo interessant, in het verhaal in Elsevier, daar vonden we dat in 1952 Wim van S., toen 18 jaar oud, bij Zwelo in Drenthe zijn eerste opgraving. Ja, Van Giffen groef er een middeleeuws grafveld op. 13 jaar later overhandde Van Giffen hem symbolisch de nog ongepubliceerde opgravingsgegevens. Ik was net directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, het ROB, geworden. U zult meer tijd voor hebben om ze te publiceren dan ik, zei. Deze meneer Van S. die liet het ook liggen en die ging ook met pensioen. En dan praten we alweer over 2008, 2007, rond die tijd ongeveer. En Wim van S. die moest er nog aan beginnen. Ja? En in 2008 kwam voor het eerst het rapport uit van S. En door dit artikel in Elsevier's Weekblad gingen Goede Lieve van der Heijden en ik maakten een afspraak met Van S. En die woonde in Friesland. En wij hebben met z'n tweeën op een dag afgesproken dag naar Friesland toe. En die heeft ons alles laten zien. En dat rapport moest nog uitkomen, maar ik kreeg toen van hem een floppy. Ze schreef Prinses van Zwelo een rapport van S 2007. Zoals het hierop staat, op dit schijfje, hebben we afgedrukt de opgraving, plaats en toedracht. Dat was dus het eerste wat we kregen dus van S. En op zich heel interessant gegeven, wat later uitgewerkt is in Paleo Historia uit 2008, pagina 795 tot 935. Dus om even na te gaan hoe dik dat boek wel niet geweest moet zijn, want het kostte €250 of zoiets. Dus, en dat was voor de historische winnaar niet zomaar te betalen. Maar daar stonden wel alle grafvondsten, alles stond erin vermeld. En mevrouw Bommel van der Sluis, ja? Die hebben allemaal artikels geschreven die in dit gedeelte uit Paleohistoria vermeld wordt. En vind je de opgravingen graf voor graf genummerd en wat er gevonden is. En dat is heel wat. Zwaarden,
kralen, weer kralen. De vondsten uit het graf van de prinses van Zwelo worden in het Drents Museum te Assen bewaard. De bronzen armband en bronzen ringen en dan natuurlijk deze, er was een vergulde fibula. En die fibula die, was een mantelspel dat kleed bij elkaar gehouden werd. En langs de rand zie je otters. Die elkaar in de staart bijten. Op het grafveld hebben we een aardewerkend pot als grafgift. Nou, en ene, die heb ik toen ook zien liggen in het graf, deze pot. Dus dat is wel heel bijzonder dit, om dit allemaal weer te zien hier. Dus de schouderspellen. En onder een van die schouderspellen vond men fragmenten van stof. En later is de stof die nu hier, die ze draagt, die is geweven volgens het kaartweefprincipe. Kaartweven. En daar is de stof van gemaakt, deze hele mooie jurk. Ik kwam thuis met paardenkiezen die ik gevonden had in het zand van de opgraving van een paard. Want er waren een aantal paarden, ik geloof 7 stuks paarden waren begraven. Ja, niet met de prinses, maar wat ik later hoorde, was, paarden waren niet voor vrouwen, paarden waren voor een overleden iemand, een man. Dus dat moet een heel bijzondere man geweest zijn, ja, waar die graven... die geofferde paarden bij horen. En dat zal dan de gemaal geweest zijn van de prinses van Zwelo. De naam prinses van Zwelo is natuurlijk niet iets, we weten niet of het een prinses was, maar dat komt van een lezing die professor Van Giffen hield in Groningen, in de Martinikerk, en die had het daar over de opgraving in Zwelo. En toen had hij het over de prinses van Zwelo. Dus en vanaf dat moment heet de opgraven, het belangrijkste opgegraven iemand, de prinses van Zwelo. En daar hebben we hele prachtige beelden van. Een rijk graf met kralen, met een beker. Een glasbeker in een grafje ernaast. Wat waarschijnlijk een kind van haar geweest. Zou kunnen zijn, tenminste zo wordt het als het ware gebracht. Iemand tipte ons en gaf ons gelijk de namen en de adressen van 2 mensen die paranormaal begaafd waren. Ja, en er misschien iets konden vertellen van de prinses. En ik heb ze beide zien staan op het... aardappelveld waar de aardappels gegroeid waren. De ene man die liep met de ogen dicht en de armen een beetje vooruit en keek wat, draaide wat. En die mevrouw die stond op een bepaalde plaats stil en de tranen liepen haar over de wangen. En ze zei tegen mij, hier is ze gestorven. En ja,
die mevrouw die belde mij een week later op en die zegt, ze is bij me geweest. Ik zeg, wie is bij je geweest? Hij zegt, Ismelda. Ik zeg, wie is Ismelda? Nou, de prinses van Zwelo, ze heet Ismelda. S'nachts was ze bij haar geweest, in haar droom. Ik zeg, nou, dat is heel interessant. En die man die erbij was, die ook dus die had rond de begrafenis een hele grote kring van mensen rondom gezien. Het zijn bijzondere dingen en dat ze dat ervaren op de plaats waar de opgraving was. Dat vond ik wel bijzonder. Of ik daarin moet geloven is een tweede. We hadden al een hele tijd geprobeerd om een monumentje te krijgen ergens in de buurt van het grafveld van de prinses wat hier achter ligt. En we kwamen in contact met het Drents landschap en toen hebben we voorstellen gedaan. We dachten eerst aan 3 panelen. Ja, eentje van de Stroeten, om dat aan te geven. Eentje van de prinses van Zwelo en het kerkje van Zwelo. En toen kwam men met een beter idee om 1 paneel te maken waar alle 3 onderwerpen op vermeld staan. Dus met als voornaamst natuurlijk de prinses van Zwelo. Nou, en hier zie je nogmaals het graf, ja, met hier een kom. En het is een beetje onduidelijk, maar bij de afgang hier zag je ook de vergulde fibula, de mantelspel, die zag je ook aan de oprang. Op een iets grotere foto zie je daar duidelijk dat daar, en er zijn ook tekeningen van hoe die kralen, die versierselen, daar gegroepeerd lagen.